heb ook nog in een internaat heb ik gezeten. Daar heb ik ook veel meegemaakt. Mijn moeder die werkte, die had twee banen, dus die werkte altijd hard. Ja, omdat ze twee banen had. Ze was wel altijd voor ons, maar mijn zus die was er ook. Dus die zorgde ook voor ons. En op een gegeven moment, ja, je weet het, hoe het met broers en zussen zijn. Die maken soms ruzie. Die pikt dat niet, die pikt dat niet. Op een gegeven moment hadden we een buurvrouw. En die belde op een gegeven moment politie of de kinderbescherming belde. Dus op een gegeven moment, mijn moeder was werk, jongeren waren allemaal thuis. En op een gegeven moment hadden we thuis gewoon opgehaald door onbekende mensen. En dat waren dus de kinderbeschermers.